Goeiedag, de nieuwe Dertigdaagse staat weer op het programma en die gaat dit keer helemaal over de maand december. Momenteel hebben we met wat kouder weer te maken. Wat winterse neerslag staat er zelfs in de verwachting voor dit weekeinde. En volgende week lijkt het erop dat we nog wel even die noord-noordwestelijke stroming houden. En dat de temperaturen nog enigszins gedrukt blijven ten opzichte van normaal. We zien duidelijk lage druk boven het noordoosten van Europa. En hoge drukgebied boven de oceaan. En daartussenin dus die stroming uit het noorden-noordwesten. En dat betekent koudere lucht, hoewel de meeste koude lucht wat meer in het oosten wordt verwacht. Meer in het oosten, en daarmee bedoel ik dus richting Duitsland en Polen, boven Nederland, is het over het algemeen wit gekleurd. En dat betekent dat de temperaturen niet al te veel zullen afwijken. Maar ik hou er toch wel rekening mee dat de temperatuur wat lager zal zijn dan gebruikelijk. En wat is gebruikelijk in deze tijd van het jaar? Nou, overdag een graad of zeven aan het begin van december. Aan het eind van december is dat een graad of zes. En in de nachten temperaturen over het algemeen boven het vriespunt maar natuurlijk er komen ook nachten voor in december dat het wel licht kan vriezen. Qua neerslag volgende week ziet het ernaar uit dat het toch ook wel iets natter is. En ook dat past wel in dat beeld als je af en toe van die buien of storingen vanuit het noorden gaat krijgen. Daar kunnen best intense buien tussen zitten. En zoals gezegd, met die wat lagere temperaturen sluit ik ook komende week niet uit dat er misschien wel een wintersbuitje tussen zit met hagel, natte sneeuw. Heel misschien zelfs ook nog wel een echte sneeuwbui. Blijft dat allemaal zo? Nee, dat is niet het geval volgens het Europees model. Want die laat die drukverdeling toch wel wat afzwakken. En verder gaat het hoge drukgebied iets meer naar het zuidoosten opschuiven. En dan zien we langzaam maar zeker dat de stroming wat meer westelijk gaat worden. We krijgen een zonale stroming. En dat is vrij normaal hoor in december. En met zo'n stroming worden over het algemeen dan storingen vanaf de oceaan aangevoerd. En dan krijg je een wisselvallig weerbeeld. De ene dag is het wat regenachtig, de andere dag zijn er juist wat opklaringen en kan de zon mooi schijnen. Bij zo'n westelijke stroming loopt ook meestal de temperatuur wel op en dat kunnen we ook mooi terugzien op de weerkaart. 13 tot en met 20 december zien we rode tinten boven Nederland en dat betekent temperaturen die iets hoger zullen zijn dan normaal. Geen spectaculaire afwijkingen, 1 of 2 graden denk ik boven normaal. Nog steeds ook heel veel warmte boven het noordoosten van Europa. Die donkere rode tint geeft dat mooi aan. En dat is ongunstig voor mensen die echt op winterweer zitten te wachten. Want je wil daar graag die blauwe kleuren zien. Want als dan die stroming omgaat, dan kan die koude lucht onze kant op komen. Nou, vooralsnog zit dat er dus niet in dat er koude lucht vanuit het noordoosten gaat komen. Volgens het Europees model is het daar de komende tijd warmer dan normaal. Nog even naar de neerslag kijken voor de week van 6 tot en met 13 december. Nou, we zien eigenlijk geen afwijking van betekenis. Het lijkt erop dat het heel normaal decemberweer gaat worden zien we dan later in december wat koude lucht komen. Nou, om eerlijk te zijn, ik zie het niet, want op deze weerkaart van 20 tot en met 27 december zien we nog steeds rode tinten boven Nederland, een afwijking waarbij de temperatuur hoger zal zijn dan de gebruikelijke temperatuur voor deze tijd van het jaar. En ook in het noordoosten van Europa zien we nog steeds die rode tinten en dat is zoals gezegd ongunstig voor de echte winterliefhebber. Hoe vatten we dan de periode samen? Nou, volgende week duidelijk nog wel wat kouder dan normaal. Met misschien wat winterse perikelen hier en daar. Maar daarna toch weer een zonale stroming, een westelijke stroming. En dat betekent Hollands decemberweer. En Hollands decemberweer is niets anders dan wisselvallig weer met temperaturen over het algemeen. Boven het vriespunt, ruim boven het vriespunt. En natuurlijk zijn er dan ook periodes dat het mooi en rustig weer is, maar van tijd tot tijd trekken er storingen voorbij die over het algemeen alleen maar regenwater brengen. Nog een fijne dag.